Dat is Varkens. We zijn vandaag met varkensouders op pad naar vele supermarkten hier in de regio om aandacht te vragen voor de positie van de voedselproducent. Produceren vlees een eerste levensbehoefte, maar verkopen dat ver onder de prijs, terwijl dat het eigenlijk in de keten wel verdiend wordt. Ook hier in de supermarkt wordt echt goed aan het vlees verdiend. Wij vragen niet zoveel, een kwartje per pond, dat is voor ons ongeveer aan het varken, het hele varken, een kwartje per kilo. Daar doen wij het voor, dat is meer dan genoeg. Alleen op dit moment zitten we gewoon onder de kostprijs te produceren. Wat voor reacties heb je tot nu toe gekregen? Nou, we hebben de meeste reacties van de burgers en die zijn de consumenten hier in de supermarkt. Die zijn ronduit positief. Zij beseffen dat ook, dat de maatschappij geen wensen kan stellen of vragen kan stellen aan voedselproducenten, aan varkensouders, zonder daarvoor te betalen. Dus de reacties zijn positief en ook van de filiaalmanagers van de 5 supermarkten die we nu bezocht hebben, zijn ronduit positief. Ook zij hebben niet alle grip op deze zaken. Wij willen graag zien dat het breed gedragen wordt, dat het bevolking beseft dat het op deze manier niet kan. Hier dan de kerk, daar hebben we zonder zoer. 6,70 euro.